Misschien dat ik het ze nog wel een keer ga vertellen of dat ze er nog een keer achter komen. Als het goed is weten de meeste leraren weten het wel. Ik ben heel goed in lui zijn. Nou, je komt er niet echt achter. Je voelt gewoon dat het niet bij je past, vind ik. Ja, ik heb nog niet echt dat ik zoiets heb van dat zou ik echt heel graag willen doen. Maar ik heb wel een beetje een idee of iets in zorg en welzijn. Dus iets van kapster of misschien ook wel in een kinderopvang of in een zorg, in een bejaardentehuis of zo. Ik wou heel graag als zuster worden sinds kleins af aan en dat is hetzelfde gebleven. Ik wou graag wat doen met media en zo, en ICT. Ik denk dat het voor mij economisch is. Ja, ik vind het toch wat leuker. Misschien bijvoorbeeld apps of zo maken, zulke dingen. Economie gaat voor mij toch wel over aandelen, denk ik. En goederen verkopen. Ik wil gaan kiezen voor zorg en welzijn, voor ouderen thuiszorg. Mm-hmm. Ik ben al heel erg lang iemand die echt heel graag wil helpen. Vooral qua ouderen, omdat die wat minder kunnen dan ons nu. Ik vind het, want ik vind tekenen heel leuk om te doen. Dus dan vind ik al dat bij me past. Dus. Zoals het nu naar uitziet, zou ik zorg en welzijn best wel leuk. Zou mij best wel leuk lijken, maar het zou kunnen zijn dat het nog helemaal anders wordt. Ik twijfel gewoon tussen te veel. Ik vind het echt heel veel leuk om te doen. Ik heb een heel plan. Ik ga vanaf theoretisch ga ik 2 jaar HAVO en 2 jaar VWO. Dan ga ik gelijk door naar de universiteit, zodat ik mijn tijd niet hoef te verspillen aan HBO. En dan ga ik gelijk door naar gynaecologie. Maar ik hou wel rekening mee dat ik moet kijken of er, als ik het uiteindelijk gedaan heb, of ik dan ook werk erin kan vinden. En dat je niet dan nog weer uiteindelijk nog een andere studie zou moeten gaan doen. Als ik al mijn hele leven 1 keuze vastzit, dan blijft het ook echt een keuze. Dan wil je het eigenlijk ook niet veranderen. Ik weet eigenlijk nog niet wat ik precies wil doen, maar ik vind Engels docent worden wel leuk, denk ik. Ik dacht iets aan manager of zoiets, maar ik weet het nog niet helemaal zeker. Bijvoorbeeld, heel lang wou ik dokter worden. Maar op een gegeven moment dacht ik, ik wil eigenlijk geen dokter worden. Het is minder interessant. Toen dacht ik, ik wil meer aan de crashkant werken. Maar toen dacht ik, dat ze ook weer saai is, dan heet het maar en dat blijft. En toen dacht ik, als ze dat nou combineert, dan heb ik iets, 2 dingen waar ik over heb gedacht en wat ik leuk vond. Mm-hmm. En dan heb ik dat gecombineerd en dan kan ik daar iets moois van maken. Iets wat ik echt wil. Vroeger, ik denk dat van bijna elke jongen droom was piloot worden, astronaut. Daarna dacht ik wel iets aan boekhouding, daarna, toen ik 10 was of zo. Daarna advocaat en daarna manager. Maar manager heb ik al een hele lange tijd in mijn hoofd. Dus een beetje iets met zaken, denk ik. Ik heb nog niet iets gezegd over mijn toekomst aan mijn mentor. Maar in Japan dan zijn ze heel veel bezig met anime maken. Daar komt het zeg maar ook vandaan. Dus ik wil heel graag naar Japan gaan om mijn tekenvaardigheden te verbeteren. Ja, met mijn ouders heb ik het wel eens over mijn toekomst. En ook wel eens met vriendinnen heb ik het ook wel eens over mijn toekomst. En ja, ik heb het nog niet heel erg veel over mijn toekomst. Maar ja, ik denk er af en toe ook wel eens over na van, als ik nou dit zou kiezen, wat zou er dan verder gaan gebeuren in mijn leven? En, want het is toch dan weer, begin je wel weer een nieuwe stap. Je weet niet echt wat er gaat gebeuren in de toekomst en zo. Maar je kan altijd nog wel voor wat anders gaan kiezen. Ik wou ook gewoon bijvoorbeeld ook in een nette pak naar het werk gaan. Gewoon. Zo met een dure auto ervoor. Dus, ja. Ik zie er maar gewoon zelf in. Ik vond het leuk om met kinderen te werken, maar ik vond het ook leuk om iets te doen met doktoren. Dus ik vond dat eigenlijk een soort van mix was. Als klein vond ik het al leuk om foto's te maken. En ik vond het ook al leuk om mensen te interviewen en zo. Dus ik twijfel tussen echt heel veel. Ja, ik ben familie Yankee. En dat is zeg maar een soort van zakenfamilie, laten we het zo zeggen. En ja, mijn ooms, ik denk echt van wow, dat zou ik ook later wel willen. Ik heb iemand in mijn buurt. Die doet hetgene wat ik ook wil gaan doen. Dat vind ik dan ook echt heel erg leuk. Aangezien, dan zie je ook al wat je later kan doen en zo. Meestal help ik diegene ook dan. Zodat, dan heeft hij ook een beetje hulp. Mijn moeder werkt in het ziekenhuis. En dat lijkt me op zich ook best wel leuk om inderdaad richting de zorgkant te gaan. Dus ook of in het ziekenhuis als verpleegster of
Of in een bejaardentehuis. Mijn moeder is conciërge en mijn vader die werkte in de fabriek. Wat mijn vader vroeger deed, vond ik ook wel leuk. Ja, hij was financieel adviseur. Dat leek me ook wel cool te horen. Maar ik vond, later dacht ik van, nee, toch maar niet. En toen dacht ik aan mijn oom, dacht van, ja, hij heeft wel een groot huis. Ja, groot auto, ja, dure auto's. Dat ik net ook zei, met een nette pak naar het werk gaan op kantoor. Vroeger toen mijn moeder ging tekenen, dat vond ik echt heel interessant. Toen begon ik ook van die kleine tekeningen te maken en zo. Maar dat lukte niet goed, dus nu probeer ik me beter te richten op tekenen. Nou ja, ik zie wel heel veel wat er daar ook gebeurt. En ik ben ook al een paar keer bij mijn moeder geweest en ook al wel eens mee geweest. En dat lijkt me op zich ook best wel interessant en leuk om te doen. En je zit daar ook niet de hele dag stil. Je komt veel in contact met andere mensen. En dat vind ik op zich ook wel leuk en prettig. Als je weinig geld hebt of bijna geen geld, ja, liefde speelt ook een rol. Dan ben je ook wel natuurlijk gelukkig. Maar ik denk dat geld er toch bij nog wel compleet maakt. Dat echt gewoon dan een droomparadijs is of zo. Dan heb je gewoon geld, dan zit je met je vriendin naast in de auto met een dure groot huis. Dan kan je gewoon alles kopen voor wat je wilt. Je kan doen wat je wilt gewoon met het geld. Enzovoort. Ja, dat lijkt me wel leuk. Op zich maakt het mij niet uit of ik specifiek iets met betalen, met hoeveel loon of zo. Het maakt mij niet echt zoveel uit. Alleen het moet niet zo zijn dat ik echt heel erg weinig krijg. Het geld verdienen is ook heel belangrijk, want je moet laten voor je kinderen en je huis zorgen, voor jezelf zorgen. En het beroep, als je het niet leuk vindt, dan moet je het helemaal niet doen. En je moet je beroep doen met gewoon liefde. Ik kijk soms wel naar hoe het mijn toekomst zal gaan helpen, naar mijn baan en zo. Maar ik kijk er niet de hele dag naar, maar soms denk ik er wel over na, over wat voor baan kan ik krijgen, hoe goed betaald krijg ik dan, ben ik dan. Ja, ik vind dat school ook meer met mij moet praten over mijn toekomst, want dat is ook heel belangrijk. Want als mijn school me niet meer helpt, als school me niet helpt, dan lukt het niet. Bij heel veel lessen krijg je heel goede uitleg en zo. Bijvoorbeeld bij tekenen. Ik vind mijn leraar heel goed. Hij kan echt heel mooi tekenen. En hij inspireert me ook een beetje om te gaan tekenen. Mijn mentor kan dan misschien wel kleine gesprekjes houden met de kinderen in de klas over wat ze laten willen worden en zo. Op zich zou ik dan wel zeggen dat ze het een beetje moeten stimuleren. Want je hebt bijvoorbeeld dan wel eens een keer een les of zo. Maar niet echt zoiets dat je echt anderen ziet doen wat ze allemaal doen. Ik vind dat ze me goed laten kiezen van profiel, omdat ze je al kennis laten maken met de delen waar je uit kan kiezen. En ook met de. Ze laten je het ook alvast doen, dus door praktijklessen eigenlijk al te laten doen in het tweede. En dat vind ik eigenlijk wel heel leuk, dat je ook al een beetje kennis kan leren maken. Wat je, als je dat vak kiest, als je dat profiel kiest, wat je daarin verder zou kunnen doen. Nou, ik denk dat het zeg maar bij de kind zelf ligt. Gewoon als je er interesse in hebt. Ik vind dat ze het al juist gewoon best wel goed doen. Met PSO laten gewoon van alles wat een beetje zien. Kiezen ze gewoon wat. Ja, dan vind ik, de kind moet zelf dan kiezen wat waarin je geïnteresseerd bent en wat beter voor je is. Dus ja, voor mij ligt het al goed zo. Ik hier op school ben om meer te leren en ik vind het niet nodig dat de docenten weten wat ik later wil worden. Ik vind dat ze het wel goed doen. Ze hebben genoeg beroepen op deze school. En als jouw beroep er niet tussen zit, moet je naar een andere school. Ik denk niet dat ze op school weten wat ik wil. Volgens mij moet je gewoon vragen aan de leraar, bijvoorbeeld van Engels, bijvoorbeeld, of het een leuk vak is om Engels te geven. En misschien kan hij of zij jou helpen met begeleiden. Misschien kunnen ze wat vaker activiteit gaan maken en zo voor ICT-zorg en wat dan ook. En misschien ook andere dingen. Misschien kunnen de leraren ook zeggen van, vind je niet dat dit beter bij jou past dan dat? Pas op, want dat heb je nodig voor je gynaecologiebaan, dat je wil doen. Dan lukt dat niet, je moet wel opletten. En dat wil ik niet, want ik weet wat ik doe en ik heb het allemaal onder controle. De man die ons toen daar les in gaf, Peter Laakman,
Hij ging het echt heel goed uitleggen en hij liet ons ook zien wat je allemaal kan doen met ICT en media. En daardoor denk ik echt wel van, ja, dat wil ik echt gaan doen.